en welkom bij een hele nieuwe Sunday video. Vandaag ga ik iets heel erg tofs doen. Ik ga namelijk de allernieuwste TikTok hacks uitproberen. Deze had ik nog nooit eerder gezien en er zitten een aantal hele gekke tussen. Ik heb heel veel zin om te kijken of ze ook inderdaad werken. Maar allereerst heb ik nog een mega challenge voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven. Want we gaan proberen om deze video de 20.000 duimpjes omhoog te geven binnen één dag. Oh my god. Dat betekent dus dat iedereen die dit ziet meteen op dat duimpje omhoog moet klikken. En vergeet daarbij ook zeker niet om nog eens eventjes op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Op die manier blijf je namelijk altijd op de hoogte van elke nieuwe video die ik upload. En daardoor hoef je er nooit meer eentje te missen. Hoe ongelooflijk tof is dat? En voor deze eerste hack gaan we meteen beginnen met iets geweldigs. Als deze werkt natuurlijk. Maar daar gaan we nu achter komen. We gaan namelijk een heuse disco maken met maar twee dingen. Namelijk Snapchat op je telefoon en de originele iPhone doos. Dat is echt heel apart. Maar het schijnt dus dat als je met je Snapchat camera hierin schijnt, dat er dan allemaal kleurlichtjes uitkomen. Dat lijkt me echt gewoon onmogelijk. Maar ik ben er wel benieuwd naar. Allereerst pak ik eventjes Snapchat erbij. Dit gebruik ik eigenlijk helemaal nooit. Maar zoals je kunt zien, het is een Snapchat. En het is de facecamera. Dus daarmee ga ik dus in dit hoesje schijnen. Je hebt eigenlijk maar de helft ervan nodig. Dus dat is deze binnenste helft. En natuurlijk ook de Snapchat camera die nog steeds hierop gericht is. En dan zetten we hem er zo overheen. En jongens, oh my god! Huh? Zien jullie dat? Wow! Huh? Er komen oprecht allemaal verschillende kleurtjes. Hè? Huh? Er gebeurt helemaal niks. Niks bijzonders. Maar het gebeurt toch een soort van weer wel of zo. Wow, dit moet ik echt eventjes bekijken met de lampen uit. Oké, laten we het nog een keertje proberen. Camera natuurlijk. Here we go. Wow. Zien jullie dat? Het is gewoon echt een hele disco. En het verandert zelfs van kleur. Hoe is dit mogelijk? Dit is zo ontzettend cool. Wie heeft dit ooit ontdekt? I love it. Zoals je weet bevinden we ons soms in situaties waarin je een mondkapje moet dragen. Dat is alleen een beetje onhandig als je er geen eentje bij je hebt. Nou, gelukkig heeft TikTok hier een hele toffe hack voor bedacht. Je kunt namelijk een maskertje maken van een sok. En die heb je natuurlijk altijd bij je. Grapje. Oké, misschien moet je wel een schone sok hiervoor gebruiken. Allereerst heb je hier de bovenkant van je sok. En vanaf hier ga je naar beneden en kijk je naar ongeveer de breedte van je gezicht. Dan pak je er een schaar bij, want die heb je natuurlijk altijd bij je. En je knipt door je sok heen. Dit voelt echt heel erg gek. Maar we gaan het gewoon doen. Yes! Oeh. Dan kan je deze gewoon eventjes weggooien, want dat zijn je stinktenen. En die heb je natuurlijk niet nodig. Dan hebben we nu deze halve sok. Vervolgens moet je deze zo gaan knippen. Het leuke hieraan is dat als je een happy sok hebt, net zoals ik, heb je ook een super leuk masker. Als het werkt natuurlijk. En tada! Hij kan nog niet helemaal om mijn gezicht, want ik moet er nog eventjes een gat voor knippen voor bij mijn oren. Ik heb de sok weer eventjes dubbel gevouwen. En dan knip ik hem zo. En dat doe ik natuurlijk ook aan de andere kant van de sok. Oké, dan maken we ons sokkenkapje weer open. En dan heb je hier nu twee gaten voor je oren. Here we go. En ta-da-da-da. Woe. Hey, dat is nog best wel handig. Ik kan er redelijk goed doorheen ademen. Woe, dat is helemaal top. En daarbij, wat ik handig vind, is dit kleine zakje. Weet je, je kan er allemaal verschillende soorten spulletjes in stoppen. Zoals bijvoorbeeld een puntenslijper. Kijk maar eens eventjes. Zo. Hartstikke handig. Nou, het is misschien een beetje raar. Ik weet niet zeker of je het ook echt gaat gebruiken. Maar dit mondkapje werkt in ieder geval wel. Dus de hack is geslaagd. Een van de lastigste dingen ter wereld is het strikken van je veters. Ik bedoel, je hebt er zelfs een veterdiploma voor nodig. Dan moet je eventjes nadenken. En per dag doe je er minstens 5 seconden over per schoen. Dus dat is dan 10 seconden per dag dat je veters moet strikken. Jongens, dit kan sneller. Dit kan beter. Dit kan makkelijker. Volgens deze TikTok hack kan je, als het goed is, zonder je handen te gebruiken, binnen een paar seconden je veters strikken. Hiervoor moet ik even opstaan en als het goed is, moet ik dit doen. Omhoog, naar links, naar rechts, naar links, rechts, omhoog en omlaag. Alleen dan moet ik het natuurlijk sneller en beter doen. Dus ik ben benieuwd jongens en go! Nee, dat lukte niet helemaal. Nog een keertje. Nee, ik dacht dat ze misschien gestrikt waren, maar dat is niet het geval. Laatste poging. En nee, zoals je kunt zien, totaal geen gestrikte veters hier zo. Dus wat mij betreft is deze echt een faal. Heb je wel eens een leeuw als huisdier willen hebben? Met deze TikTok hack kun je er eentje krijgen.
Oké, niet helemaal een echte leeuw, maar het komt wel redelijk dichtbij. Je kunt namelijk een 3D leeuw in jouw ruimte zetten. Gewoon binnen je huis, je slaapkamer, je keuken, je badkamer, waar je het ook wil. Je hebt namelijk hiervoor je telefoon nodig met een camera en Google. Wat je moet doen is op Google een leeuw opzoeken. En dan scroll je naar beneden en dan krijg je als het goed is een 3D poppetje van een leeuw. Ja, wow, hij ziet er best wel eng uit. En links daarvan staat een knopje en daarop staat View in 3D. Als je daarop klikt, krijg je dus een leeuw te zien binnen je kamer via de camera van je telefoon. Laten we het eventjes gaan testen in de huiskamer. Nou, hier ben ik dan en ik heb dus ook de telefoon. Dus zoals je kunt zien, heb ik hier het knopje, daar de leeuw. Dus ik ga gewoon eventjes kijken wat er gebeurt als ik op View in 3D klik. Oké. Wacht eens eventjes. Hij zei, oh my god. Er zit gewoon een leeuw in mijn kamer. Kijk dit nou. Jongens, hè? Maar dit is echt heel gek, want er staat helemaal geen leeuw in het echt. Maar hier doorheen lijkt het wel echt. Oh my goodness, je kan gewoon echt super dicht bij hem komen. Oh, zijn staart knalt gewoon tegen mijn kastje aan. Gelukkig is hij hier niet in het echt. Doe eens eventjes je mond open. Ik wil erin kijken. Oh my god! Weet je wat me ook heel erg cool lijkt? Ik wil proberen om te kijken of er ook een dinosaurus in zit. Bijvoorbeeld een T-Rex. Oh my god, ik kan het niet geloven, maar ik heb hem dus oprecht ook gevonden. Ik ga weer eventjes op 3D klikken. Hij is eventjes aan het laden en... Oh my god, dit is zo ontzettend eng! Nee. Niet naar mij toe lopen. Jongens, wat is dit nou weer? Dit is zo ontzettend gek en eng. Ik heb gewoon een T-Rex in mijn kamer. Nou, zoals je had kunnen zien, werkt het dus enorm goed. Het is zo ontzettend gaaf om te doen. Het is gratis, het is makkelijk. Dus deze hack is hartstikke geslaagd. Deze volgende hack lijkt me super handig. Het heeft namelijk te maken met je ontbijtdoos en dat we deze allemaal massaal verkeerd dicht doen. Ik dacht namelijk altijd dat je hem dus dicht moest doen op deze manier. Hier zo'n kuiltje en hier zo'n lipje. En dan zet je hem er zo in. Maar er is dus blijkbaar een betere manier en die ga ik nu testen. Het allereerste wat ik moet doen is deze twee lipjes naar binnen vouwen. Dan degene met het kuiltje moet je ook naar binnen vouwen. Vervolgens pak je dus weer de zijkanten en die vouw je dan zo op deze manier. Tot nu toe ziet het er heel tof uit, maar gaat hij ook inderdaad blijven zitten? Want als ik hem nu loslaat, dan gebeurt er niks. Maar dan moet je deze dus hier zo erin stoppen. Dat ga ik nu eventjes doen en tegelijkertijd vouw ik hem ook weer even dicht. Hij zit nu redelijk goed vast en... Oh my god! Het blijft oprecht gewoon zo zitten. Dit is zo ontzettend tof. En zoals je kunt zien is die ook echt helemaal dicht. Zonder dat je plakband hoeft te gebruiken of dat soort dingen. Het was super simpel om te doen. Dus deze krijgt van mij een dikke duim omhoog. Yes. Een van mijn favoriete ijsjes ooit is... En natuurlijk mijn eigen gemaakte ijsjes, maar ook McFlurries. En deze kunnen we nu met elkaar combineren. Je kunt namelijk zelf je eigen McFlurry maken, zolang je maar het lepeltje van de McDonald's hebt en een bor. Allereerst moeten we natuurlijk eventjes ons ijsje samenstellen. Hey, komt dit je misschien bekend voor? Het ziet er zo gaaf uit. Het eerste wat ik ga doen is vanille-ijs in mijn bakje dumpen. Dus zo. Ik zorg ervoor dat er gewoon redelijk wat ijs in zit. Want normaal gesproken in de McFlurry is maar de helft echt gevuld. En mijn favoriete McFlurry smaak is normaal gesproken Oreo of M&M, maar dit keer kan ik niet kiezen. Dus ik ga gewoon voor ze allebei. Even een flinke schep Oreo's. Zo. En vervolgens ook wat M&M's. Oh, dit is zo ontzettend lekker. En persoonlijk ben ik altijd een hele grote fan van aardbeien. Ik stop er ook gewoon aardbeien in. Waarom niet? Alle ingrediënten zijn erin, maar ze zijn natuurlijk nog niet helemaal geflurried. Dus ik doe het dekseltje erop. En dan komt nu de bor heel erg handig van pas. Hierop zit namelijk een bitje. Dit gedeelte is vrij dun, maar dit gedeelte is dik genoeg om hier zo in de lepel deze te draaien. Oh my god. Ik weet niet of dat oprecht ook echt gaat werken. Het lijkt me wel, toch? I don't know. Ik heb er heel erg veel zin in. Dus ik zet hem wel eventjes neer op de tafel voor mijn eigen veiligheid. 3, 2, 1, go! Oh my god! Yeah! Wow! Ik heb alleen het gevoel dat ik misschien niet hard genoeg draai. Dus nog een keer. Ah, oh my god, jongen!
Oké, nou, dat gaat allemaal redelijk goed. Wow, het ziet er oprecht uit als een McFlurry. En, jongens, nu dat het allemaal bij elkaar gemixt is, is het maar tot de helft gevuld. Dus nu snap ik waarom ze het normaal gesproken ook maar tot de helft vullen. Maar tegelijkertijd is dit ook niet echt de meest veilige manier. Dus ik zou het niet per se aanraden om zelf het thuis te doen. Maar ik ben wel benieuwd naar hoe deze smaakt. Here we go. Huh? Het smaakt lekker. Het kost wel wat meer moeite dan gewoon bij de McDonald's bestellen. Maar de hack werkt inderdaad. Dus toch wel een geslaagd duimpje omhoog. Als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt bekeken. En ik ben heel erg benieuwd naar wat jouw favoriete ding is om te bestellen bij de McDonald's. Voor mij zijn het veggie kip nuggets. Als ze die tenminste hebben. En dat is niet altijd zo. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw antwoord. Laat het me zeker eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!